love you ook. Kimp Ulhart. I love you uit terug. Heerlijk, die bot. En Dagmar mag een fleurtje... een kleurtje kiezen. Maar Dagmar, welke kleur vlag wil je? Dan gaan we een vlaggetje voor je schrijven. Ik heb geen regenboogkleur. Zal ik weer blind grabbelen? Of wil je nog een tweede kans? Ik ga voor regenboogkleur. Jup, kies maar. Oké. Okay. Dan kies ik... rood. Nou, wat toepasselijk. Blauw, wit, rood, land in nood. Rood staat voor het volk. En het is ook nog jouw nationale kleur. Goed, goed gekozen, ja. Ik hou wel soms van het lot, hoor. Af en toe doet het lot dingen waarvan je denkt... interessant. Dit is interessant. 14 maanden chipje, alsjeblieft. Hier is jouw vlaggetje. Zo, met een 14. Oh ja, die staat natuurlijk nu even niet daar. Want ik wilde de vlag nu even extra goed in beeld. Ja, nou, voor de mensen die mij al een tijdje volgen op Twitter weten dat ik al regelmatig tweets deel met mijn mening. Dat zal ook veel vaker nu gaan gebeuren op Instagram. Challenge van me... wacht, hoe heet het? De Me Pukki Shell Challenge. The Sims. Wat toevallig, ik heet zo nou. Wat toevallig dat je er bent dan, dacht maar. The Sims. Wat raar. Oké, Sims, laat je zien. Daar is die. Ja, want het is vandaag 15 september. Ik vind dit makkelijker. Gewoon streamen. Monologen houden is niet mijn ding, zoals je gemerkt hebt. Helemaal niet als je zenuwachtig bent. Ik gooi echt mijn hart hier open. Maar ja. Sims spelen of streamen is meer mijn ding. Gaat wat makkelijker af. En het is dus vandaag 15 september. En het is dus de laatste dag. Ja, ik moet opschieten. Het is de laatste dag dat we kunnen inleveren. Nou ben ik wel al grotendeels klaar. Dus dat is fijn. Voortuin zou leuker kunnen zijn als ik daar meer in kan neerzetten. Maar ik heb geen inspiratie op dit moment van daarvoor. Waha, moet je vaker doen, dan komt alles goed. En Strawberry, dankjewel voor het volgen. En eerder ook nog... Epic Luca, dankjewel ook nog voor het volgen. Zo. Maaike zegt, ik heb net je monoloog gemist, maar wel knap dat je hebt uitgesproken op stream. Ik weet niet hoe het was. Ik ga het straks terugkijken, maar waarschijnlijk vind ik mijzelf gigantisch awkward. Heel veel stiltes ook. Ik wilde geen kant-en-klare tekst voorlezen. Maar onder zenuwen en het dan eruit krijgen is toch best wel lastig. Maar ik vond het nu even belangrijk. De vlag staat er al een tijdje. Twitch-tulpen, dankjewel ook voor het volgen. De vlag staat er natuurlijk al een tijdje. Maar heel veel mensen wisten niet wat het betekent. En na wat er gisteren is gezegd, vond ik het belangrijker om juist nu nog een keer het uit te spreken. Maar ja, het is heel spannend. Ook wat de consequenties daar eventueel van kunnen zijn. Maar thanks in ieder geval voor de support. Thanks voor de hartjes. En de mensen die gewoon zeggen, ik blijf achter je staan. Ja, nou, dit is dus het huis. De Me Pukki Shell. De buitenkant. Aan de voorkant vind ik op zich prima als we geen tijd meer hebben. Misschien dat ik 's avonds nog even wat ga doen. Wie wegloopt als volger, daarvoor komen er 100 terug. Ah... de achterkant vind ik een beetje lastig. Ik weet niet zo goed wat ik hier verder nog mee moet. Want ik dacht eerst ik ga dit namaken. Maar dit hele lichte zit er dus gewoon niet in. In het zanddingetje. In de terreinverf. De binnenkant wil ik nu wel even aangewerken. De bovenkant is trouwens klaar. Dus ik kan het even laten zien hoe het eruit is komen te zien. Ik ben dus heel erg de industriële vibe ingegaan. Ik merk nog steeds een beetje zenuwachtig ben. dit is een tienerkamer geworden. Nu, tot nu toe blijft het bed nog staan. Die verdween de vorige keer. Maar een hele stoere industriële tienerkamer. Lekker laptophoekje hier. Een hoogslaper met een eigen zithoekje eronder. Slecht hoor dat het er niet in zit. Ja, dat snap ik ook niet. Want ja, het is dan wel Newcrest. En Newcrest is later toegevoegd. Maar patch update? Ik wil dit zandkleurtje hebben. Dan hebben we hiernaast een kantoorkamertje. Met allerlei diploma en werk gerelateerde dingen aan die muur. En aan deze muur een prikbord. En nog wat opbergruimte aan die kant. Nou ja, oh, dat was beneden. Ik moest die hebben. Zo, trappenhuis hier. We hebben hier een kleurrijk washok. en de wc. Dankjewel, mozzarelletje. En ook voor het volgen, welkom.
Dan hebben we hier de slaapkamer. En hier zijn ook al wat dingen van de Loftpack toegebruikt. Want dit bed is bijvoorbeeld nieuw en dit tafeltje is nieuw. Hebben we hier de badkamer. En omdat je dus geen muren mag plaatsen, dacht ik ja, heel leuk, zo'n zelfgebouwde douche. Maar toen heb ik dus dat glas van Moschino gebruikt als muur. En ik vind het ook, eigenlijk ook wel heel stoer als douchewand. Zo'n hele mooi patroon op dat glas. Dus boven is klaar. Beneden hebben we al een paar dingetjes gedaan. We hebben hier achter een hele toffe gameruimte. Kan je lekker, of televisie kijken, maar er staat een gameconsole. Dus hier kan je lekker chillen. Ja, uitroepteken Origin, uitroepteken EA-ID. Nou, uitroepteken Origin. Volgens mij is het uitroepteken Origin. Dan kan je mijn naam vinden. Hier hebben we de keuken. Oh, ga ik weer omhoog. Zo. Ook weer hele industriële stijl. En dingen van het pakket die ik heb gebruikt. Dus die mooie buizen die we hier hebben. De barkrukken zijn nieuw. Die lamp hier hangt is nieuw. Dit ding is nieuw. Zo, de muur flikkerde even heel erg. Ja, dat fietsding is nieuw. Die tafel is nieuw. Wat er nog dus moet gebeuren in dit huis. We hebben hier dus nog een gang. Als mensen hier thuiskomen en binnenkomen. Die moeten we nog gaan inrichten. Dan hebben we hier een kamer. Daar gaan we het sapruisruimte van maken. Want eerst dacht ik, ja, wat gaan we met die kamer doen? Maar toen kwam ik dit ding tegen. En toen dacht ik, ja, dat ziet er eigenlijk heel industrieel uit. Dus deze mensen gaan hun eigen sapjes maken. En hier uiteraard de woonkamer die we gaan maken. Laten we daarmee beginnen met de woonkamer. En ik neem gewoon die vloer van boven weer lekker mee. Zo. Hey Betty, welkom. Ja, wat ga ik voor behang doen? Want ik heb hier natuurlijk dit behang. En het is op zich wel leuk voor de slaapkamer, maar... Oh, nou moet ik iets gaan kiezen voor de woonkamer. En waar ik alles ga neerzetten, dat vind ik ook altijd een dingetje. Want hier hebben we een deur, hier... Ja, dat is een raam, dus daar kan je eventueel wat dingen bij zetten. Hoe ga ik het indelen? Oh, wacht. Die kast staat daar met de reden. Dat is waar ook. Er komt hier iets doorheen en dat hebben we nu mooi verhuld. Ja. Dat maakt het wel lastig hoe ik dit nu ga indelen. Ik kan de woonkamer uit twee delen maken natuurlijk. Maar dan denk ik, ja, wat doe je met die hoek? Ik kan hem ook de bank gewoon voor het raam zetten. En dan heb je hier natuurlijk nog een raam, maar waar laat je dan de tv? Misschien kun je er iets anders voor zetten. Ja, want ik zit nu een beetje met... Dit is wel een ideaal hoekje natuurlijk. Maar je zit met die vlek. Met die streepjes. Ik wil wel deze bank namelijk graag hebben. Nee, ik zet in ieder geval die neer. Misschien zetten we de bank schuin neer. Zoiets. Oh nee, dit doet pijn. Misschien een grote poster. Ja, maar dan moet het wel een hele grote poster zijn. Want het komt best wel hoog. Ja, ik wil ze wel een televisie geven. Wacht, ik heb een ander idee. We zetten de bank inderdaad gewoon hier neer. Zo. Zo. En dan doen we hier de tv en dan doen we hier nog stoelen. En dan kan je die stoelen ook mooi gebruiken om lekker te lezen. Dat vind ik wel een goed idee. Dan zit ik alleen nog met wat doen we in dit hoekje. ja, stoelen. Oh nee, Dagmar. Gadver. Dat kat van Dagmar had een muis naar binnen. Weet je dat ik me daar soms ook zorgen om maak? Want er lopen hier wel eens muizen in mijn achtertuin. En soms, ja, ik ga wel eens via de achterdeur weg. Ik ben gewoon bang dat op het moment dat ik dan net die deur open doe, dat hij dan net langs mijn deur loopt en denkt, oh, ik kan hier ook naar binnen. En dat als ik dan weer uit mijn werk kom, dat die Omri dat hele beest uit elkaar gereten heeft hier in mijn woonkamer. Dus elke keer als ik via de achterdeur weg moet, dan kijk ik altijd zo even, zo zie ik iets lopen. Gaan we voor de matchende stoelen? Nee, misschien leuk om nu wat anders te pakken. We hebben toch wel meer industrieel. Even kijken. Stoel, stoel, stoel.
Ja, of ja, maar dit is totaal niet industrieel, maar ik vind het wel heel tof. Nou ja. Het kan op zich wel. Kijk, dit is best wel een stoere kleur, maar ik zie daar een geel. Gaan we dan voor geel? Ik vind het wel heel heftig, dat geel. Ja, ik kan de bijpassende stoel pakken, maar ik vind dit zo hoekig. Ik wil toch nog wel een lichte cozy touch hebben, zeg maar. Dus die zou op zich wel kunnen. Ik heb ook geen bijpassende stoel bij mijn bank, hè? Kijk, die stoel lijkt totaal niet op mijn bank. Dit vind ik ook wel iets. Voor zo'n massagestoel gegaan. Oh, wacht. Hé. Hey. Als we die nou hier in de hoek zetten. Hebben we dit hoekje ook iets? Doen we hier nog een klein tafeltje. Dat je dan lekker je drinken erop kan zetten. Of je boek. En dan kan je dus ook gebruiken voor die manicure. Die je dus natuurlijk nieuw hebt met Wellnessdag. Komt die wel even in een andere kleur ook? Zo. Hoppatee. Daar zit ik in. Betty zegt, ja snap ik. Mijn kat komt niet buiten. Er is geen last van. Nee, mijn kat komt ook niet buiten. Maar er lopen wel eens muizen door mijn tuin. En ook zeg maar langs dat randje bij mijn tuindeur. En ik ben gewoon bang dat als ik een keer die deur open doe. Op het moment dat er net een muis langs loopt. Hoe groot is die kans? Maar ja, ik denk er toch over na. Dat zo'n beest dan denkt. Oh, we maken een bochtje naar links. En we lopen de woonkamer in. Oeh, dit past eigenlijk ook wel. Het is alleen net een ander kleurtje. Deze is iets te rozig. En die is weer te donker. IE, waarom pesten jullie me zo? Deze vind ik ook wel vet. Oh, ik heb nu al te veel stoelen staan. Oeh, die is ook wel tof. Die is iets donkerder, hè? Ja. Of juist andersom. We hebben boven. Welke gordijnen hadden we naar boven? Want het is misschien ook wel mooi om die ook weer mee naar beneden te nemen. Deze. Zo. Maar dit is meer turquoise. Die is meer blauw. En die lichte. Oh, dus. Nou ja, hier zit wel een licht kleurtje bij. Ik vind het ook zo lastig aan de Sims. De kleuren wijken altijd net iets af. Ja, het is niet helemaal hetzelfde. Het is ook niet te verschillend. Het is altijd net niet. Dat je denkt, Oeh, dit is ook een optie. Of deze, een witte stoel. Oeh, ik vind deze wel tof. Oké, dit is een kanshebber. Oh, ik moest die hebben. Dit is een kanshebber. Ik denk dat ik die weg doe. Even neerzetten. Nee. Goh. Zo. Ik moet niet meer met zenuwachtige dingen beginnen met streamen. Dat lukt helemaal niet meer. Hier zou ik dan denk ik voor de blauwe gaan. Nee, dit vind ik te schattig. Die. En deze. Voor de gele. Twijfel komt Kim weer. Is er een mod die achter een computer zit op dit moment? Je hebt nog tijd om in te dienen hoor. Ja, maar ik ga niet tot middernacht nu gaan nadenken over die drie stoelen. Oké, Dagmar, zou jij willen doen stoel 1, stoel 2, stoel 3 in de pool? Dan mogen jullie stemmen. Even de hulp van de kijkers inschakelen. Dan ga ik ondertussen wel even kijken voor een behangetje. Misschien is het wel leuk om hier iets een keer met kleur te doen. Geel en blauw. Even kijken wat we eruit krijgen. Die. Oh, dit is wel heel heftig, hè? Dat gele. Hoi, Frambozie, welkom.
het allemaal te schattig. Heel veel behang in de Sims is te truttig. En dit is dan weer... Ik weet niet. Ik vind het wel mooi, maar ik weet niet of het past in de kamer. Hout. Nou, dan wordt het echt een schuur. Misschien op één muur. Ja, op zich vind ik hem wel leuk. Ik denk wel dat alles is wel too much. Dat wel. Maar dan gaan we weer de uitdaging krijgen. Wat zet je er dan bij? Als ik maar één muur doe. De stoelenpol. Welke knop was het? Niet shift alt. Dit vind ik ook gek. Zo'n korte. 2 om 2? Ik weet niet. Op een of andere manier heb ik niet het idee dat het bij elkaar matcht. Het is weer heel grauw, hè? Heel baksteenachtig. Oh, ik vind dit lastig. Wat ga ik met die muren doen? De pol is trouwens bezig. Ik ben benieuwd welke stoel er zo uitkomt. Misschien helpt dat ook een beetje met een keuze maken. Want hier zitten bijvoorbeeld blaadjes op. Dit is dan weer heel erg blauwig. Dit is heel erg gelig. Ik vind deze twee gewoon niet mooi samen gaan. En dan denk ik, ja, gaan we dan gewoon een muurverfje erbij gooien of zo? Maar ja, dat is ook helemaal niet stoer. Het is stoel 2, de middelste. Oké, dan doen we die weg. En dan doen we die weg. En dan wordt het de middelste stoel. Ja, ik snap al waarom die gekozen is. Want de bank is best wel hoekig. En deze ook. Oké. Stoel. Kan de bank nog ietsjes naar links. Stoel hier. En deze stoel. Zo. Ze vechten. Oh. Gelukkig zie ik de andere optie niet. Oh mijn god, stoel 4, Dagmar kiest. En Joyce heeft gewoon 25.000 pulspunten ingezet. En Sabrina had gevochten voor Meepookie. Voor Meepookie, sorry. Ik ben helemaal... Komt goed, jongens. Deze lelijke plant ook weer terug laten komen. Zo. Dag maar, ik heb net iets spannends gedaan. Please. Sorry. Oké, kastje hierbij. Nee. Hebben we iets kleiners? Iets... Subtielers. Iets. Tuurlijk niet. Oh, ik vind al die kast altijd zo lomp. Oh, dit is ook klein maar fijn, maar niet heus. Ja, dan denk ik toch deze dan maar. Dat die er het beste bij past. Ik vergeef het je, dankjewel. Not you. ik moet hier niet zijn, ik wil de decoraties hebben. Iets voor hier aan de muur. Aan de ene kant kunnen we natuurlijk kunst ophangen, wat had ik hier nog staan? Oh ja, dit is wel heel groot en lomp, hè? Dit is zo random. Joe, een buis in je woonkamer. Nee, die mag terug. Je wou een beetje cozy feel doen, toch? Misschien een gebreid poefje als tafel. Gebreid poefje. Ik vind dit trouwens eigenlijk niet zo gek meer om hier te hebben. Nu we de sapruis ding hebben. Want kijk, als ik deze nu hier in de hoek zet. Halen we die even. Zet even random. Nee, dat mag natuurlijk weer niet.
Kijk, dan zetten we die hier. Het lijkt alsof het bij elkaar hoort. Deze iets naar links. Misschien ook eentje kleiner, zo. Nee, dan zou ik hem eerder denk ik omdraaien. Zo. Omdat dit is toch een ventilator ding. Het is logischer als het bij je buitenmuur zit. En niet bij een random stukje muur. Kan die nog eentje kleiner? Oh, nee dan. Die wieken, die gaan niet mee. Oké. Nou, dan zetten we deze hier neer. Zo. Hoi, Sims hier, Quinty. Welkom. Ja, top dit. Dan. Dan heb je het gevaar dat je je vinger kwijtraakt als je hem nog kleiner maakt. Dat dik kwam er helemaal uit. Als het dan gaat draaien, inderdaad. Ja. Je hebt wel lekker frisse wind dan als je bezig bent. Oeh, kijk met geel. Zo, hoppatee, kunst. We hebben kunst. Wat doen we daar? Hebben we nog iets? Wacht, we hebben nog van die buizen. Zo. Pakken we dat lelijke kleed weer? Ik zit echt te haten op dit nieuwe pack. Maar dat komt alleen maar omdat het kleed en die plant, die vind ik gewoon echt niet mooi. Het lijkt alsof er nog een Photoshop laagje mist. En die plant ook. Het ziet er zo pixelachtig uit. Ik vind het niet mooi. Maar we moeten hier wel op een ander kleurtje. Hier, gaan we voor bruin? Gaan we voor blauw? Gaan we voor grijs? Oeh, hier. Een beetje blauwig. Wat mooi past bij die stoel. Beetje grijzig-blauwig. En allemaal bruine wat past bij die bank. Dus dan blendt het mooi samen. Het ziet er tof uit zo met die buis. Thanks. Ja, dan denk ik dat ik hier de televisie doe. Doen we eentje aan de muur. Elektronica. Het past perfect. Ja, ik blijf gewoon dat kleed wel niet zo heel mooi vinden. Omdat die gewoon super pixelachtig is. Zo. Dit is wel een hele grote. Eentje kleiner zo. Dit vind ik prima. Prima maatje. En dan nog een bijzettafel. Gaan we weer terug naar de oppervlakte. Een salontafel. Ik denk niet dat die die loftkit ermee is gekomen. Nee, dit is van die andere. Oh, wel. Oh. Oh. Oh, dit vind ik eigenlijk wel passen. Oh, dat vind ik helemaal niet verkeerd. Alleen mijn syndroom van symmetrie jeukt een beetje. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar dit is logischer met de stoelen. Dit is logischer met de tv. Ik doe hem wel zo. Wat, ja. Niet het mooiste kleed inderdaad, maar de kleuren maken het goed. Nou, die kleuren blenden inderdaad de bank en de stoel mooi samen. Hoe zit het met deze kleuren? Oeh. Versleten patroon. Ja, daar gaan we voor. Oké. Dan kunnen we hier ook weer decoraties op planten. Even kijken. Wat ga ik hier nog neerzetten? Misschien tijdschriften. Ja, dat kan altijd inderdaad. Ik zit nu even bij beelden te kijken. Want hier zitten soms ook random dingen bij waarvan ik denk dat dat makkelijk bij decoratie gekund. Oeh, zwart-wit. Nee, dat is random. Oh, in de kast kan die ook. Oké, in de kast. Ik dacht eerst met deze van, oh leuk, die kan je zo op zo'n tafeltje neerzetten. Maar het is dus een normaal formaat. Ik dacht dat het zo'n leuk beeldje was.
Weet je, net als je in Londen gaat naar zo'n souvenirswinkeltje gaat, hebben ze natuurlijk die gewoon om te kopen. Oké, tijdschriften. Die vind ik bij Rommel, neem ik aan. Ik zie hier wel dossiers. Maar dat vind ik meer iets voor het kantoortje en zo. Tissues, maar die heb ik ook op een andere plek in het huis al achtergelaten. Boeken kan altijd nog. Nee, is nog niet af, maar ik mag vandaag nog inleveren, Linnea. Laatste dagje. Kleurstalen. Nee. Naar Moschino. Oh, daar. Roze. Die is met blauw. Ik doe deze wel. Nee, was nog niet af. Ik had boven is af. Beneden was nog niet af. Daar zijn we nu mee bezig. Ik zit nu in de woonkamer. Ja, misschien laat ik het wel zo. Gewoon alleen die tijdschriften en dan is dit nog vrij om spulletjes op te leggen. Als je drinken hebt, dat je gewoon drinken kan pakken, je chippies kan neerzetten en zo. Dat klopt, Linnea. Virussen gaan niet weg. Een virus is niet uit te roeien. Anders had de griep ook niet meer bestaan. Ja, ik denk dat dat wel goed is. Ik zit alleen nog met hier, met die muur. En misschien daar nog een plant. Of nee, ik zat te denken of een tafeltje. Maar dan heb je hier al een tafel en hier al een tafel. En dan moet ik hier nog iets kleins tussen gaan proppen. Nee, dat wordt hem niet. We zetten wel een plant neer. Oeh, deze is eigenlijk best wel tof. Ja, als ik de vaas blauw-grijzig maak, dan matcht die heel mooi met de stoelen. Als ik hem bruin laat, dan matcht die heel mooi met de bank. Maar eigenlijk, hier, dit is mooi ertussenin. We doen die. Even tussendoor opslaan voor de zekerheid. Oké, hier nog iets voor aan de muur. Zal ik even kijken bij muurdecoratie eerst? Denk het niet. Want ze zit hier ook met een deur, hè? Dus ik moet opletten dat eigenlijk... dat het niet al te groot is en niet al te ver uitsteekt. En deze vind ik heel tof, maar de schaduw verkleint hiermee, dus dat is echt jammer. Een random rooster? Nee, die heb ik al een paar plekken gebruikt. Ik kom lekker uit mijn woorden vandaag. Bij mijn monoloog aan het begin van de stream. Ik had allerlei dingen in mijn hoofd van wat ik zou willen vertellen. Volgens mij ben ik de helft nog vergeten. Maar ik en dingen doen terwijl ik zenuwachtig ben, dat gaat gewoon niet. Maar jullie snappen de boodschap. En top. Ik heb hem ook gisteren getekend, Linnea. Ik kreeg hem van iemand doorgestuurd. Daar was ik heel blij mee. Oeh. Die gebruik ik bijna nooit. Dat is waar ook, dat we deze hebben. En die andere, die met die... Waar is die andere? Wacht, ecologisch leven. Ecologisch leven. Daar. Deze. Ja, oké, weet je. Dit is een heel leuk schilderij. Maar die gebruik ik wel eens regelmatig. Dus doei. We gaan lekker deze. Wel eentje kleiner. Hier neerzetten. Zo. En dan gaan we lekker deze hier neerzetten. Ook, denk ik, eentje kleiner. Ja. Zo. Hoppatee, industriële vibe. Ik heb het net teruggekeken. Supergoed gedaan, Kim. Extra veel liefde voor jou. Dankjewel, Sven. Ik had echt het idee... Maar dankjewel. Ik vond het heel spannend, want ja... Ik maak me geen zorgen om mijn volgersaantallen teruglopen of subs die weggaan. Dat boeit mama niet. Maar ik heb vorig jaar natuurlijk best wel wat botaanvallen die echt op mij gericht waren op me gehad. En een Discord aanval. Dus ik ben wel even klaar met haat op mijn kanaal gericht. En
ja, die kans is er nu wel weer. Dus daar, dat vond ik vooral heel spannend. Geel. Nee, dit vind ik niet mooi. Als je twitch.tv/kimpuls/video's, dan kan je erbij komen. Zo. Maar één ding nu, weet je hoe moeilijk het is om een monoloog te... Nou, dat wist ik al hoor, want ik en spreekbeurt op school, vreselijk. Ik haat spreekbeurten doen op school en mensen denken dan, oh, je bent een streamer en streamers kunnen lekker kletsen. Ja, maar dit is anders. Dit is lekker gamen en gewoon echt zitten en praten en vertellen en dingen in je hoofd hebben om te vertellen. Daar ben ik niet voor gemaakt. Daarom vond ik het ook niet erg om te studeren voor tolk. Als tolk ben je iemand aan het napraten, je hoeft het niet zelf te doen. Framboosje is zo weer terug. Linnea zegt, als we vol blijven houden, dan met de COVID, dan vlieg ik naar Zweden waar mijn vriend nog is en blijven voorlopig daar. Ja. Ja, daar is het minder, toch? Ik hoor sowieso goede verhalen over Zweden en over Denemarken. Het is hier nog donker. Een lampje. Gaan we voor een staande lamp voor een keertje? Is ook misschien wel leuk. Zo eentje bijvoorbeeld. Komt die tegen er doorheen? Net, hè? Net. Hallo? Ja. Dan komt hij er daar nog doorheen. Zo. Nou is nog steeds... Ik wil eigenlijk nog één lampje. Als we jouw vaas nou even daar neerzetten, dan kunnen we daarboven nog een klein leuk dingetje doen. De kamer is mooi, dankjewel. Zou je hier een lavalamp in gooien? Nee. Een plumbopje. Nou. Oh, ik vind het echt leuk. En ik vind sowieso industriële stijl heel mooi. Niet voor mezelf om in zijn complete totaliteit in mijn huis te hebben. Maar een huis volledig ingericht in industrieel vind ik wel heel mooi. Ik heb zelf wel industrieel in mijn huis hoor. Maar dan dingetjes hier, dingetjes daar. Het is alleen hier nog een beetje donker. Maar dat kan ik denk ik ook oplossen door in de gang een lampje op te hangen. Want er hangt volgens mij nu niks. Nee. Weet je, we nemen die even lekker mee. Eentje kleiner. Zo. En hier. Eentje kleiner. Zo. Werkt dat? Oh, precies. Oh, heerlijk. Precies. Dat komt goed uit. Top. Oké, nou weer een kamertje klaar. De woonkamer is klaar. Ik krijg soms regelmatig wel eens ook op YouTube. Ga je dan in dit huis spelen? Ik heb bijvoorbeeld op YouTube nu ook die serie met elke kamer. Of elk, ja, de bouwchallenge van elke kamer is één tegel groter huis. Toen kreeg ik ook al de vraag. Als het klaar is, ga erin spelen. Maar dit is echt een huis waarvan ik zou denken. Nou, ik zou het niet erg vinden om hierin te spelen. Dit is best wel een tof huis. Thanks for the challenge, Dagmar. Nou, hier nog. Zullen we dit dan meenemen? Of ja, zullen we die meenemen? Dan komt hij ook weer ergens terug. Dat is wel leuk. En hier heel misschien een ander kleurtje. Ik heb wel veel groen en... blauw en geel in het huis. Het is meer groenig, hè? Deze dan. Ja. Nu de rest nog. Veel donker, maar toch mooi. Ja, dat is ook een dingetje. Ik ben niet gewend om met zoveel zwart te werken ook. Oh, ik zie nu ook dat ik hem hier ook heb gebruikt. Oh, dat is wel geinig. Dat je hier het zwart hebt en hier het geel. En dan hier een beetje grijs-blauwig. Is die gaat eten maken. Eet smakelijk. En eet voor de katten. Zijn ze al aan het zeuren? Oh, top. Jij komt ook vast in een andere kleur. Die. Oh, heel mooi dit. Hey Sharon, welkom. Wat ga ik hier doen? Ik ga hier geen gordijnen doen. Misschien rolgordijnen? Diva zeurt altijd om eten. Ja, Diva, nee, maar Diva zeurt om alles. Je hoeft er alleen maar aan te kijken. Of nee, was het? Nee, het was Snowy. Je hoeft er alleen maar aan te kijken en het is al meeuw. Wat is dit? Oh, die is wel heel klein. Maar die kan natuurlijk groter. Die knop.
kijken of er interessante kleurswatches bij zitten. Koffie. Het komt gewoon in het zwart. Het irriteert me alleen een beetje dat de roede blijft, die kleur bruin. En hij zit hier half op het raam. Dat klopt ook niet helemaal. Nee, we gaan toch iets anders zoeken. Wat is dit voor een kamer? Dit is de hobbykamer, want ik had één kamer vrij waarvan ik dacht, wat doe ik ermee? Omdat, ja, we hebben hier de keuken al, we hebben hier al een gamekamer, we hebben hier de woonkamer al. Nou ja, wc is boven, badkamer is boven, twee slaapkamers en... Hallo? Wat is het met dit huis dat er elke keer iets verdwijnt, verdomme? Oh, waar is het bureau gebleven? Ja. Jongen, jongen. Nou, gelukkig weet ik dat het om die tafel ging. Wat echt? Ik heb Move Objects aan. Zo werkt Move Objects Sims. Dat je het gewoon laat staan. Nou, die bar krukt er weer bij. Oh, ik weet niet meer wat ik op het bureau had staan. Even kijken. Ik weet wel dat ik deze computer had, volgens mij. Ja. Zo. Oh, ik weet één ding. Het naambordje. Naambordje. Waar gaan we heen? Het bed is weg. Welk bed is weg? Nee, het staat er nog. Hier, het bed staat er nog. Allebei de bedden staan er nog. Dit is het kantoor. Kijk hier, het bed staat er nog. Je laat me schrikken, Linnea. Kijk hier, bureaunaamplaat gestolen. Die had ik. En die stond daar, maar ik weet niet meer wat ik daar had. Dus we laten dat wel even zo nu opslaan. Je blijft. Je blijft. Goed zo. Gedraag je. Ik ga het nog een beetje moeilijk maken als langzame bouwer ook. Maar wat ik dus voor Quinty aan het vertellen was, is dat eigenlijk alle standaardkamers, de woonkamer, de slaapkamer, de badkamer, een werkkamer, een keuken, dat heb ik allemaal al. Dus we hebben hier al een aparte gamekamer. Dus je kan hier gewoon woonkamertelevisie kijken. Maar je kan hier ook gewoon in gamekamertelevisie kijken en gamen, want er staat dus een console. Ja, en twee werkkamers vond ik een beetje gek. Een garage heb ik niet gedaan, want ik heb dit verhoogd. Dus je kan hier moeilijk een garage van maken. En toen ben ik een beetje door de hobby's en zo gegaan. Toen dacht ik, nou, dan maken we er wel een hobbykamer van. Dat je één bepaalde vaardigheid daar kan doen. En toen kwam ik dit ding tegen van ecologisch leven. Dat je je eigen sapjes kan maken. Dus die heb ik nu hier neergezet. Ik neem die lampen ook gewoon weer lekker mee. Zo. En nu zit ik een beetje te kijken naar raambekleding. Want gordijnen wil ik dan hier niet doen. Maar ik zat dan te denken aan rolgordijnen. Dus we hebben ook nog deze. Alleen het vervelende aan deze vind ik, ze steken zo ver uit. Ik weet niet hoor, maar mijn rolgordijnen zitten nog in het kozijn. En Europa, dankjewel voor het volgen. Welkom. Deze steekt minder ver uit. Die heeft wel zo'n raar kwastje aan de onderkant. Ja, het zou kunnen. Het is misschien een beetje gek. Het is totaal niet industrieel. Dat is een beetje ding. Zeker in base game. Je hebt gewoon geen leuke gordijnen. Nee. En ik gebruik deze dan wel eens. Maar die vind ik dan weer te veel... Ja, weet je, dat doet Jill heel vaak. Die gebruikt deze dus aan de buitenkant voor van die zon... hoe heet het? Zonwering. Nou, hier zitten we alweer aan de andere dingetjes. Ja, ja, ik doe die dan maar met die rare kwastjes. Dan doen we dat maar. Ik kan even kijken bij opbergruimte of ik een kastje kan vinden. Maar ik denk dat het leuker is om even bij de... Oeh, een stickerdoos. Dit past heel goed hier. Zo. Een beer, een huisje, een prullenbak,
plumbopje, een boek. Een hartje. We gaan voor een hartje. Toch nog een pulshartje. Nou, het is niet helemaal een pulshartje, maar toch nog een hartje in het huis. Ja, leuk al die ramen. Die hoge kasten, dat werkt dan nu niet zo goed, hè? We hebben hier ook wel wat kastjes. Deze zouden kunnen. Ik zet hem even buiten neer. Dat is optioneel. Nee, die is te groot. Veel te groot. Dat servies is zo tuttig. Dat wordt hem ook niet. Nee. Deze. Ja, deze zou perfect zijn. Maar dan moet ik een raam opofferen. En dat wil ik niet. Zo'n drankkast. Dat je alles hebt gemaakt. In de keuken is ook geen plek meer namelijk. Ja, of ik moet er een eendeurs van maken. Maar dat wil ik eigenlijk ook niet. Ja, weet je? Dan doen we die wel. Kan ik die nog ergens anders gebruiken? Hier, bij de keuken. Maar daar staat die plant al, dus nee. Hier in de gang. Ook bij de keuken. Zo. Komt hij toch nog ergens terug. Dan gaat die doos een ander plekje krijgen. Hoezo mag andere voorwerpen niet doorkruisen? Zo werkt Move Object Sims. Dan gaan we deze namelijk hier neerzetten. En dan wordt dit de kast. Dat als je je sapjes hebt gemaakt, dan gaat hij hier in de koeling. Misschien ook zo'n staande plantenbak voor fruit te kweken. Maar waar moet dat nog later, Sharon? En dan zetten we die wel hier in de hoek. En ik zag net ook nog zo'n krat. Ja, die zijn heel groot, maar we hebben ook nog een kleinere, deze. Oh, die is niet kleiner. Die. Zo, maak ik hem kleiner. Zo, top. En dan gaat die weg. Oké, okay. Weer een kamer klaar. Dan al één de gang nog. Oeh, ga het gewoon halen. Ik ga gewoon een bouwdeadline halen. Ik ben hier al. Of ik doe zo'n andere. Ik wil zo'n andere kast. Ik wil een eigen kast, deze. Zo, heb ik deze al ergens gebruikt? Boven volgens mij toch, of niet? Oh ja, in zwart. Is ook wel bijzonder, maar ik vind het hout heel licht. Zo. Dan kunnen we er kleding onder doen. Even eten maken. Nog veel succes. Dankjewel. Ik ben gewoon bijna klaar. Ik ga hem gewoon afkrijgen. Waar staat de kleding onder? Dat weet ik niet. Wacht. We doen gewoon alles weergeven. En we zetten hem gewoon op interieurdesigner. Want ik heb geen zin om te zoeken. Zo. Hier. Kleding. Oh, hij staat onder kledingkast natuurlijk. De chique suits hangvoorziening. De professionele fashionista hangvoorziening. De lekker casual. Nou, sowieso lekker casual. Joe. Zo. Dan laten we hier de kleur ook een beetje terugkomen. Geel en blauw. En dan hebben we nog de kids hang. Nou ja, er zit natuurlijk wel een tienerkamer in dit huis. Dus... Maar dit is wel heel erg... Nee. We doen toch gewoon andere. Even kijken hoor. Wat is dit? Dit zijn jasjes. En dit zijn meer... Nee, dan gaan we wel voor de jasjes. Hallo. Hallo. Hoezo mag dat niet?
Oké, dan niet. Dan hangt er maar aan één kant een jas en is de andere kant dus nog vrij om zelf wat op te hangen. Dan doen we het gewoon zo. Oh, frustrerend. Dat move objects moet het gewoon doen, maar af en toe weigert hij gewoon. Wat gaan we er dan nog inzetten? Ja, wat ik zelf heb... Zet dat hoe? Ja, hier. Ik heb dus zo'n mand in mijn gang. Op de kapstok. Maar dat is dan... Daar liggen dan mijn sjaals in, mijn wintermuts en mijn handschoenen, zeg maar. Dus het zou op zich hele dikke sjaals kunnen zijn wat je daar ziet liggen. Schoenen. Die en die, zo. Doos, yes. Ja, wat gaan we er nog meer bij doen? Zakdoeken in de gang? Ik weet niet. Oeh, kijk. Hoppatee. Hij komt ook in het zwart. Zo. Ja, dat is ook een beetje gek in de gang. Maar laat het maar doen. Zo. Hier. Voor de sleutels. Top. Even opslaan. Ja, we zijn lekker bezig met bouwen. Ik denk dat ik zo goed als klaar ben. Want ik kan... Oeh. Pret met Fretje. Dankjewel voor het volgen. In welke lamp gaan we hier ophangen? Gaan we pakken ook die lamp weer. We hebben beneden overal deze lampen. Of wat hebben we hier in deze kamer? Dan hadden we geen plafondlamp. Nee, dan nemen we deze mee. Zo. Hebben we genoeg licht als het donker is? Even kijken. Middag, avond, nacht. Oh ja, zat. En wat gaan we daar voor de ramen doen? Zal ik dan gewoon weer die gordijnen pakken? Toch nog een beetje kleur in het huis. Ja. Ik denk dat die wel klaar is. Het huis. Want ja, aan de achterkant, ik weet niet zo goed wat ik verder nog zou kunnen toevoegen. Dat vind ik dus zo lastig. We kunnen even kijken. Ja, de zwembaden niet. Buiten waterpartij. Stenen. Je hebt niet echt buiten decoraties of zo. Hè? Ja, dit soort dingen. Wat is dit? Een heel klein fontein. Oh, nee, maar ik en tuinen. Dat is niet een goed idee. Misschien dat we nog wat bosjes neer kunnen zetten. Dus we pakken deze weer. Zo. En die rode moet ik hebben. Waar is die rode? Zit hij bij bloemen? We hebben die toch ook in het spel? Is dat deze? Nee. Dat is ook niet die. Het is ongeveer die, maar ook weer niet. Nou, we zetten die er gewoon bij. Zo. Beetje terreinverf. Ik ben alles kwijt sinds ze het hier helemaal hebben omgegooid. Er komen steeds meer icoontjes bij. Hier. Zand. Zand. Kijken. Die. En dan... Oh jee, deze had ik volgens mij. Donkere plekjes.
Zo. Een bakje voor eigen fruit voor de sapjes. Dat zou ook nog kunnen. Hallo, waarom kan ik je geen leuke bril geven? dat komt omdat ik mijn stream vandaag heel serieus heb geopend, Sharon. En ik wilde niet tijdens mijn monoloog, wat er al niet helemaal lekker uitkwam en waarbij ik zenuwachtig was, opeens een verkleedpartijntje deuntje er doorheen krijgen. Dus ik heb me voor vandaag even uitstaan. Die iets kleiner hier. Ja, ik vind dit goed. Ik denk dat ik niet te veel wil doen aan de tuin. Je hebt een bankje waar je kan zitten. Hier hebben we nog wat bloemetjes. Dat lijkt dan... Hier, dit bankje komt hier weer terug. Deze struikjes komen hier weer terug. Je hebt hier toch een beetje privacy met wat er tegenaan is gekomen. Oké. Okay. Nou, dit is het vreemde huis wat weer raar aan het doen is. Joe, ja. Zo, gewoon meewerken. Dit is de buitenkant. Voortuintje. Achter een plekje waar je wel kan zitten. En trouwens, als je binnenkomt heb je hier ook vet veel licht. Omdat er hier is een glazen dak. Nou, dan gaan we dus naar binnen. Dan heb je hier de gang. Die hebben we net gemaakt. Gewoon heel simpel. Kapstokje, paraplubak, wat schoentjes. Wat tof zo dat hek bij die auto. Ja, die komt dus uit Diebuk. Dat met die code, die live hidden edits. Ik weet de cheese niet meer, want ik heb een stream deck. Dus ik druk gewoon op een knopje. Maar het is die ene die ze toen op het laatst hebben toegevoegd met een patch update. Dat je dus alles wat in de wereld gebruikt is, in omgevingen ook kon gebruiken, zeg maar. Dus ik ben heel veel hekjes gaan proberen. Dus dit is gewoon los, zeg maar. En dan in elkaar gaan zetten. En ik heb deze dan neergezet zo van tot daar mag je auto erin rijden. Auto komt ook uit Diebuk. En de achterkant trouwens ook. Dit is een ander hekje. Heb ik ook uit Diebuk gehaald. Nou ja, dan kom je binnen. Dan hebben we hier de gang. Simpel gangetje. Het is ook niet... Ja, het is aan de ene kant ruim, maar aan de andere kant ook niet. Want dit is natuurlijk zo'n schuine muur met een dood hoekje hier dat je er vrij weinig mee kan. En ik heb hier een twee-tegeldeur neergezet. Dus dan ja, beperk je ook meteen meer met de ruimte. Maar ja, dit is zat. Meer hebben ze niet nodig. Nou, dan kan je via de gang naar de hobbyruimte. Staat het op middag? Ja. Kan je hier lekker je eigen sapjes maken met een cool ding. En dozen om het mee te nemen. Nou, dan ga je via de gang terug naar... dan kom je in de keuken. Die hebben we toen volgens mij als een van de eerste kamers. De keuken is volgens mij de eerste kamer die ik had gemaakt. Hier een kast met alle spullen erin. Nou, hier kan je lekker eten aan de hoge bartafel. Dan hebben we hier de keuken met het basisspel. Die buizen van de loftkit erbij. Koelkastje hierachter. En hierachter hebben we dus ook nog een aanrecht bar. Dus je kan hier lekker even relaxed zitten. Of gewoon hier aan tafel. Nou, dan gaan we door de open deur. En als we dan links afslaan, dan komen we in de woonkamer. Met een grote televisie, zithoek. En dan hebben we hier nog een apart zithoekje dat je lekker kan lezen. Of je kan laten masseren of manicures kan doen. Gaan we terug via de gang. Dan hebben we hierachter nog een kleine kamer. Daar heb ik dus een game serre van gemaakt. Dus lekker veel licht. Glazen dak heeft deze ruimte ook. Ja, je kan hier dus ook televisie kijken en lekker gamen. En dat hebben we natuurlijk ook wat grappige dingetjes hier neergezet. Dus een hand waar je dan zogenaamd je console in kan... Weet je, dat je dan zo je console hop in die hand kan zetten. En een panda met een paraplu-lampje, want die vind ik leuk. Nou, Baby Yoda en een of andere random prijs. Nou, dan gaan we hier via de trap omhoog. Wat wel vervelend aan dit huis is, is dat dus de wc boven is. Er is geen wc beneden. Dat vind ik persoonlijk vervelend. Met spelen, dat je dan telkens naar boven moet. Maar ja, het is niet anders. We hebben hier de wc. De wc. De washok. Het washok. Volgens mij de kleurrijkste kamer in het hele huis. Nou, daarnaast zit dan wel de wc. Kijk, dat kunstwerk wat ik beneden heb weggedaan. Dat is maar goed ook, want hij komt bovenal terug. Er mist een deur. Oh, godzakken, scheidspel. Thanks, Sharon. Deze. Andersom. Zo. Niet zo vervelend doen. Ik had niet de zwarte, ik had de... Die. Opslaan.
Ik moet zo al die kamers checken. Staat het bed er nog? Staat het bureau er nog? Staan de deuren er nog? Zitten de ramen er goed? En dan op de galerij zetten. Oké, nou, wc hebben we gehad. Hier was ook een kamer van 4 tegels breed. Huppatee, lekker een kast ingeknald. Was weer een kamer klaar. Hier is de hoofdslaapkamer. Dus een mooi 2-persoonsbed. 2 nachtkastjes erbij. Ventilatortje. Ook wel een mooie industriële touch. Hier kan je ook nog zitten. Vind ik sowieso leuk om te doen in slaapkamers. Nog zo'n traditionele stoel waar je je kleding op gooit. Wat te schoon is om in de wasmachine te gaan. Maar te vies is om in de wasmand te gaan. Hier nog een kast erbij. Dat lelijke kunstwerk wat met die patch update erbij is gekomen. Maar ja, dan hebben we die ook weer een keer gebruikt. En het is geel. En er zit blauw bij. Dus dat komt ook weer een beetje terug in de kleurenpalet van het spel. Waar is die ventilator van? Volgens mij aan het werk. IJskoude kus. Ja, aan het werk. Hij staat bij elektronica diverse. Ik gebruik hem. Dit is volgens mij de 2e of 3e keer dat ik hem heb gebruikt. En dat is puur en alleen om dan zo'n industriële touch verder aan te. Ja. Weet je, industrieel plus 1. Daar gebruik ik hem heel vaak voor. Dan moet je weer terug via de gang. Dan hebben we hier de badkamer. Met de wc die ook zo heel leuk aan zo'n ding is gezet. De wasbak hebben we ook in zo'n Star Wars kast gezet. Buizen erbij, spiegel erbij. De douche met... dit is volgens mij van studentenleven. Dit is uit... Geen idee welk pakket, maar ik vond het wel geinig. Alsof je extra stralen van de zijkant zo kan krijgen. En dan hebben we een mooie spiegelwand van Moschino. Want we mochten geen muren plaatsen. En dan hebben we dus hier de werkkamer met bureau. Die staat er nog. Dus hier kan iemand aan het werk met prikborddingen. Allerlei spulletjes om het aan te kleden. Ik mis een plank. Die is te groot. Zo. Dit huis is een soort van speurtocht. Wat is er verdwenen? In plaats van dat ik iets moet zoeken... Moet ik juist zoeken nu wat er weg is. Ik heb allerlei dingen op de muur gekwakt wat of industrieel eruit ziet. Zoals deze bouwplannen. Of iets met werk of studeren te maken heeft. Dus we hebben hier een of ander certificaat. En hier een of ander certificaat. En geen idee wat dit is. Maar het zag er ook heel officieel uit. En dit ook. Nou, hier een foto van de afstuderen. Dus dat vond ik wel geinig. En dan hebben we hier nog een tienerkamer. En die vind ik zelf heel tof. Een apart hoekje waar de tiener lekker kan gamen op de game laptop. Met nog een of andere sportposter hier. En hier ook nog posters. Hoogslaper met daaronder dus je eigen mini woonkamertje. Een eigen tv'tje. Lekker zitten op de bank. Met een speaker nog erbij. Ja, dit is mijn huis. Mijn inzending voor de challenge van Dagmar. Nou ga ik even checken. Zitten alle ramen nog goed? Die zitten goed. Aan die kant zitten ook allemaal nog goed. Aan de andere kant zitten ook allemaal nog goed. Oké, het bed staat er nog. Die was al een keer verdwenen. Die staat er nog. Die was al een keer verdwenen. Plankjes er nog. Alle deuren zijn er nog. En ook zichtbaar. Die zijn ook niet aan het klitsen. Was er verder nog iets verdwenen? Nee, volgens mij was dat het, hè? Oké, dan zeg ik nu opslaan. Het huis is klaar. Het huis is klaar. Ik ga hem dus zo meteen op de galerij zetten. Onder hashtag MePuckyShell5. En dan zul je dus MePucky Games moeten volgen om daar de tour te zien. Want ik ben niet de enige die natuurlijk heeft meegedaan met de Shell. Maar meer mensen hebben meegedaan. We kunnen wel even kijken. Even gebeuren. Hashtag MePuckyShell5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mensen al. Nou, ik ben de 12e. Of iemand moet me zo meteen voor zijn. Maar wel heel tof om al die verschillende stijlen ook te zien. We hebben hier zelfs een sportschool. Heel veel heten gewoon MePuckyShell 5. Maison Le Chat Noir. Ik weet niet wat Le Chat betekent, maar Noir is zwart en Maison is huis. Landelijk huis. Leuk al die. Ik kan echt niet wachten op de tour. Want ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan gemaakt heeft.
Maar daar komt hij dus op de galerij bij Mipuke Shell 5. Volg dus Dagmar. Kat, is het een kat? Het huis van de zwarte kat. Oh, dat vind ik wel een hele toffe naam. Waarom weet ik dat niet als kattenmens? Ja, ik was niet goed in Frans. De enige Frans die ik sprak was mijn vader. Heel flauw, ik weet het. We hebben dus net de Mipuke... Zeg ik het weer? Wat is er met mij aan de hand? Voel je mezelf? We hebben net de Mipuke Shell gedaan. Mipuke is niet de enige die op dit moment een challenge heeft lopen. Een andere simmer... is Miss Divi. Je hebt het misschien al gezien. Ik heb op Twitch nu de titel aangepast. Want Miss Divi en ik hebben samen de Pretty Please Challenge gedaan bij haar thuis. Ik wil even een shout-out voor... Nou, eerst even een shout-out voor Mipuke. Kijken wat voor clipje eruit komt. Dit vind ik altijd zo leuk. Volg dus Mipuke. Weet je, ik ga het even uitleggen. Het is niet moeilijk hoor. Je neemt een hamer, Sharon. Je neemt een goede hamer. Slaat ermee op zijn hoofd. Dan legt hij al van eerste keer om. Kan je zijn wonden verzorgen. Goed idee. Wat een liefde. Oh jee, niet weer deze. Sharon, wat is er gebeurd? Samen met Miss Divi zijn we gestart met de Pretty Please Challenge. Dat is een creëren sim challenge. Ik ben heel benieuwd wat voor clipje er nu komt. Of er één van ons twee komt. Wat is ja! jouw mening? Nu ik wil graag een petitie starten om hem uit de man te halen. Wat ongelooflijk oncomfortabel is die bril. Zo gepast. Moest zo zijn, Miss Divi. Je broertje had in zijn vinger toegesneden. Ah, oké. Okay. Maar we gaan dus nu over naar een nieuwe challenge. De Pretty Please Challenge van Miss Divi. Een creëren in sim challenge. Dus we zijn nu in kas. Nee, niet opslaan. Ik moet downloaden. Hashtag. Pretty Please Challenge. Kijk, nog niemand heeft meegedaan. Dus mensen... Hashtag Pretty Please Challenge in de galerij. Of Origin ID Miss Divi. Wij gaan deze downloaden. Vervangen. Nou, ga ik even naar jouw Discord. Want er zitten wat regels aan natuurlijk. Voor deze challenge. We downloaden dus Funny Beautify Me. Ze heet Funny, want ze heeft een fanny pack in een van de outfits. We downloaden haar dus. En dan mogen we haar uiterlijk aanpassen... zodat het past bij haar innerlijk. En haar uiterlijk mogen dus niet aanpassen door in het menu op een andere lichaamsvorm te klikken en andere oren. Nee, ik moet dus zelf gaan bewerken door met mijn muis te gaan slepen. De sproetjes moeten blijven zitten. De kapsel, de kleding, de make-up en de accessoires mag ik wel aanpassen. Maar de wenkbrauwen niet. En roze en paars geeft de bonuspunten. En we hebben de tijd tot en met 19 september. Dus dat is de rest van deze week. Zondag is de laatste dag dat je hem op de galerij kan zetten. Dus ik ben benieuwd of meerdere mensen gaan meedoen. Maar wij gaan dus nu Fanny een nieuwe look geven. En even kijken hoor. Fanny houdt van een groot blij gezin en is daardoor huiselijk. Ze is een hondenliefhebber. Ze is ook een veelvraat. En ze is geniaal. Dat is een bijzondere combinatie. En ik zal ook even de outfits laten zien die ze heeft gekregen. Ze heeft dus twee alledaagse outfits. Ze hebben deze. En we hebben deze. Dan is dit haar formele look. Hele grote schoenmaat. Hele grote schoenmaat. Dit is sportief. Nachtkleding. Oh. Zwemkleding. En dan hebben we hier feestkleding. Warm weer. En koud weer. Oh ja, die trui. Er is ook een clipje van Miss Divi en mij dat we dus allebei zo doen. Vanwege die freezer bunny. Sharon zegt, we wou het al op school doen vandaag, maar de schoolwifi liet het niet toe om op de galerij te komen. Oh, beetje flauw weer van school. Oké, okay, nou, we gaan jou even... We gaan dit toch allemaal niet meer kiezen. Dus we gaan dit allemaal even strippen. Oké, okay, het lichaam. Ja, lichaam. Kunnen we dit nog fixen? Zo. Ik wil er wel een vol slanke dame van maken. Wat het vervelende altijd vind... Het vervelende wat ik altijd vind bij de Sims is dat... ik maak regelmatig slankere Sims. En dat is vooral dat als je een Sim wat voller wil laten maken... en je geeft ze een buikje, dan lijkt ze meteen zwanger. Terwijl, ik heb ook een klein buikje. Ik weet niet hoor, maar ik zie er niet uit alsof ik zwanger ben. Het is gewoon love handles. Zoals ze dat altijd heel liefkozend noemen. Dus dat vind ik altijd een beetje een dingetje bij de Sims. Oeh, zo, hallo. Dat hoeft ook weer niet zo groot. Ik wil het wel omhoog hebben.
Ik mag hier ook niet aankomen trouwens, dus daar moet ik ook even op letten. Oh, die armen. Kijk die arm. Het lijkt alsof ze ergens tussen is gekomen. Zo. Oké. Sabrina zegt, dat vind ik ook raar dat het zo werkt in de sim. Ja. Het is altijd meteen, je wil ze een beetje een buik geven. En er zit meteen 2 maanden zwangerschap bij. Oké, dit ziet er al wat normaler uit als zijn arm. Ik weet niet, ik vind hier nog een beetje gekkig. Ah, laten we die schoenmaat ook maar wat kleiner doen. Die van mij heeft maar een snelle stofwisseling. Oké, nou ik denk dat het lichaam wel... ik blijf hier bij die bovenarm, dat zit niet helemaal lekker hè. Ja, kan het niet echt... Ik weet niet wat je hebt gedaan, Sabrina, maar ik krijg het niet helemaal meer mooi rond. Zo. Ja, ik vind dit lastig, want je wil dus ook wat vollere sims neerzetten. Meer representatieve sims. Meer realistisch. Zo dan. Oké. Okay. Ik vind haar nog steeds slank hoor, trouwens. Nou, het gezicht. Dit wordt een uitdaging. Even dat vreselijke kapsel weg en die vreselijke make-up weg. We mogen dus niet de wenkbrauwen veranderen. We mogen natuurlijk wel de plaatsing veranderen, maar ik mag geen andere wenkbrauwen uit het menu kiezen. Dit gaat nog aardig oké. Oh. Ik zal hem gewoon meteen gedetailleerd bewerken aan. Oh, 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 oh. Nee, dit gaat niet goed. Terug. 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 Eerst even de... Oh, die nek ook. En dat hoofd zit heel hoog op de nek. Je kan ook haar houding aanpassen. Echt? Wat? Nee, lichaam. Lichaam. Oké. Okay. Nu staat ze iets rechter. Er wordt gewoon mij nog wat geleerd hier. Oké. Okay. Hele grove... Hele mannelijke kaaklijn heb ze gekregen. Oh, laten we eerst weer die oren doen. Is al beter. Ze kijkt zo treurig. Oké. Okay. Oh, ik heb het idee dat ik die kin alleen maar meer aan het vermorselen ben op dit moment. Er klopt iets niet met die kaaklijn. Misschien iets lager. Zo. Het is zo. Het is zo hoekig. Het is zo hoekig hier. Komt misschien ook door die wangen. Oh, wacht. Dit is al beter. Ja, dit is al iets beter. Oké. Laten we even die droepie verdrietige blik uit die ogen halen. Mag je ook de huidskleur aanpassen? Want dat kan niet echt uit de regels halen. Dat klinkt als plastische chirurgie. Hoi Max, welkom. Het wordt al een beetje een normalere sim. Die neus is natuurlijk nog wel een dingetje. Oh, hij staat zo ver omhoog. Wacht, dat moest zo, hè? Ik kan kantelen. Hoe kon dat ook alweer? Kantelen. Naar beneden. Niet naar beneden. Het gaat nu wel weer prima. Ik had in het begin een beetje een spannende opening van de stream. Omdat ik een statement heb gemaakt. Of ja, een monoloog heb gehouden.
mezelf heb opengesteld. En dat is natuurlijk niet altijd zonder risico. Maar het gaat nu, ik zit er nu weer lekker in. Oh, het is, ik zit met die neus. Die mond is het nog niet helemaal. Die neus is het nog niet helemaal. En daardoor zijn die ogen het denk ik ook nog niet helemaal. Even kijken. En Quinty gaat eten. Eet smakelijk. En Sabrina zegt, je mag haar in het spel wel laten zonnen. Voordat je haar op de galerij plaatst. Maar huidskleur aanpassen is inderdaad wel heel drastisch. Ik weet alleen even niet meer... Er was een manier om dat te laten kantelen. Maar waarom vind ik het nu niet? Je mond zit ook heel laag. Dan gaat ze wel maar even onder de zonnebank, want nu is ze zo roze. Ja, het is wel eens wel een roze huidskleur inderdaad. Kijk, de lippen worden nu al wat. De neus is ook wel iets beter, maar ik wil het nog een beetje verder naar beneden. Ik wil het niet zo. Ik wil het zo. Sowieso dat geklipt gaat worden. Ik voel het. Ogen mogen denk ik ook nog wat lager. Oh, nou begint het wat te worden. Alleen die neus ziet er nog uit alsof ze een heftige operatie heeft gehad. En er wat weggebrokkeld is. Ja, maar dit ziet er weer te veel uit als een skischans. Ik wil hem subtieler, die neus. iets hoger, dan krijg je het kantelen. Iets hoger, iets hoger, iets hoger, iets hoger, iets hoger. Ik weet niet hoor, maar hij blijft de hele tijd op schuiven staan. Kijk, ik krijg het kantelen niet. Want dan moet je toch zo'n pijltje krijgen in zo'n kringeltje. De onderkant van het gezicht ziet er nog een beetje uit zo. In gewoon bewerken. Iets hoger. Ah, ja. Ah, kijk eens aan. Wat het ding met deze challenge. Ik wist dat het geklipt ging worden. Want het ding is met deze challenge, je bent zo intensief gefocust op al die onderdelen van het lichaam, dat niks er meer normaal uit gaat zien op een gegeven moment. Als je het zegt, moet het. Oh. Van de voorkant ziet de neus er prima uit. Vanaf de zijkant... Vind ik hem nog een beetje gekkig of zo. Ah, kijk, nou wordt het wat beter. Wat vinden we hiervan? Ik twijfel ook nog een beetje over die ogen. Zal ik gewoon even een kapsel geven? Kijken wat eruit komt. Even een normaal kapsel. Nee, ik ben nog niet helemaal happy met haar gezicht. Echt nu al irritaties bij Sharon. Ben je nu ook bezig? Ik weet niet, ik vind haar gezicht nog... Oh, kijk. Zo magertjes of zo.
Mocht haar ook verven, toch? Want dan denk ik dat ik voor... Gaat dan voor bruin? Oh nee, wacht. De wenkbrauw moet natuurlijk wel hetzelfde blijven, want die verf je niet. Zo. Ik kan ook blond haar geven. Het is wel... Op zich honingblond kan wel leuk zijn. Hoi Eltje, welkom. Ik denk dat ik deze kun je doen. Want dit is toch een van die nieuwe haarkleuren volgens mij. Oké, nou nog een kapsel. Zo. Er blijft iets aan het gezicht waarvan ik denk... wat is het? Wat voor sim maak je? Uitroepteken pretty please. Toch? Wat is het? Pretty please in de chat. Ja, ik weet dat je je wenkbrauwen kan verven. Maar ik hou er altijd van om de natuurlijke kleur te laten. Misschien dat we dan een tikkeltje lichter doen. Dan doen we die iets natuurlijker. Zo. Ik denk dat ik dit wel mooi vind. Ja, het is dus een challenge, Eltje. Het is niet een sim die ik zelf maak, maar een sim die op de galerij is gezet en die ik dus moet aanpassen. Oh ja, ik heb er ook ingezet. Kijk, geen magisch rijk, geen eerste huisdieraccessoires, geen luxe feestaccessoires en geen retro outfit kit. Oké. Moet ik ook even opletten. Niet dat ik straks een magisch rijk kapsel kies of zo. Ik vind de onderkant van haar gezicht... Ik weet het niet. Er is iets... Het staat ook heel erg naar voren, zie ik nu. Kijk, iets meer naar achter. Zo. Nee, niet getetailleerd bewerken. Ze heeft een heel bijzonder profiel. Ja, het gezicht is ook een beetje vreemd, maar... dit is het origineel, Eltje. Dit is de sim die we dus moeten terugbewerken. Misschien de ogen. Of juist, nee, niet dieper. Ik vind haar kin zo groot. Neus iets omhoog, dan de mond iets omhoog. Welkom, Meloen. Ik denk wel dat haar gezicht nu aardig normaal is. Ik wil er niet meer heel veel aan veranderen. Want ik ben gewoon bang dat op een gegeven moment dat je te ver doorgaat. En dat het dan heel erg verprutst. Nu ziet ze er nog leuk en schattig uit. Nee, ze moet geen ponykapsel hebben. Dat ziet er heel gek uit. Ik blijf wel die mond. Ik ben niet helemaal happy met die mond. Oh, kijk, dit bedoel ik dus. Nu zit ik het zo ver te bewerken dat ik denk, wat doe ik? Nee, ik mag geen nieuwe mond. Ik wilde bijna nieuw aanklikken. Dat mag niet. Kapsels. Oeh. Ik kan ook zo een kapsel geven. Er blijft iets met die kaak. Oeh.
Shout-outje voor Weerenwel 3. Dankjewel voor de raid. Welkom, welkom. Oh. Oh. Heftig. Dat is heftig. Dat is niet mijn type spel, jongens. Ik ben meer van de Sims en de Animal Crossing en de Mario Kart en dat soort dingen. Dat spel ga je hier niet zien, maar welkom. Jij hebt Just Chatting gedaan. Was dat alleen het einde of was je hele stream Just Chatting? Wat heb je gedaan? Wow, dit is een clipje van lang geleden. Ja, hij pakte gewoon random één. Zo van, als de shout-out komt, dan doet het programmaatje doet dat clipje. En soms is het inderdaad een hele oude. Gezellig clipje, ja. Lekker. Hup, een zwaard in jouw buik. En hup, een zwaard in jouw buik. Sharon heeft de wenkjes ook geverfd. Ik heb ze ook geverfd. Ik heb ze dan een iets natuurlijker rood gegeven. Maar leuke stream gehad. Welkom allemaal. We zijn de Pretty Please Challenge aan het doen van Miss Divi. Dat betekent dat deze sim die op de galerij staat. Dus Origin ID Miss Divi. Maar je kan hem ook vinden onder hashtag Pretty Please Challenge. Ik zal hem wel even favorieten. Dan kan je hem ook bij mij vinden. Ja, dank u wel. Deze sim moet je dus weer mooi gaan maken. Zonder dat je dus dingen uit het menu mag gaan klikken. Dus je moet echt zelf aan het gezicht gaan lopen slepen. En aan de neus gaan lopen slepen. En aan de wangen en dat soort dingen. Ja. En dat haar uiterlijk past bij de innerlijk van de sim. En ik zit nu heel erg te struggelen. Want die neus is het niet helemaal. En die kaak blijft is niet helemaal. Je hebt Sonic gespeeld. Genshin Impact en Final Fantasy. Maar speel ook regelmatig sim. Was een superleuke stream. Al top. Ik ga even toch weer dat gezicht. Ja. Even kijken hoor. Iemand zei net. Uiltje zei een vollere kaak. Ja, ze had dus net een vollere kaak. Maar toen werd het heel erg mannelijk. Dus ik moet even opletten dat dat nu wel goed gaat. Het is alleen. Van de voorkant is het oké. Maar dan draai je naar de zijkant. En dan ja. Het lijkt wel alsof ze ergens hier. Alsof ze naar de tandarts is geweest. Het lijkt echt alsof ze de verstandskies heeft getrokken. Het lijkt een beetje gezet hieronder. De binnenkaak. Voller. Ja, hij zit al op zijn volst. Ja, het is toch zo. Ja. Ja, klopt. En die neus is ook... Het heeft een uniek profiel. Laten we het daarop houden. Misschien als ik hem... Misschien als ik de wenkbrauw iets meer naar voren doe. Zo. Nee, niet daar. Oh, dan krijgt ze daar een hele vreemde deuk. Hoe loopt mijn neus? Ja, best wel... Sabrina, wat heb je dat kind aangedaan? Een heel uniek profiel. Ja, er is iets met die neus. Het lijkt alsof ze een neusoperatie heeft gehad. Dat sowieso, een neuscorrectie. En ik kan het gewoon. Ik weet gewoon niet hoe ik het moet fixen. En het lijkt alsof ze de verstandskies heeft getrokken. Want ze loopt echt met zijn hamsterwang rond. Je kunt gewoon in gewoon bewerken ook de hele neus naar voren halen. Nee, dit is leuk. Ja, maar het is ook de vorm. Het is heel erg, heel erg... Het is zo kaarsrecht dat je echt het idee heeft alsof ze een Michael Jackson... Weet je, Michael Jackson had toch ook neusoperaties dat op een gegeven moment zijn neus was heel erg beschadigd of zo? Ik weet gewoon niet. Kan je de neus niet korter maken? Maar dan krijg je... Ja. Je moet een beetje een... Oh, nou, het begint nu wat te worden. Dit ziet er al wat logischer uit. Van voor ziet het er ook nog oké uit.
Sharon heeft volgens mij een wipneus. Ja, Sabrina, hou er maar rekening mee dat als jij al die inzendingen gaat toeren op je stream, dat er heel veel skischansneuzen voorbij gaan komen. Ik vind dit op zich wel een oké gezicht. Neus ziet er ook een stuk... Oeh, dat was de nek. Leuker uit van de zijkant. Alleen die ogen. Er is nog iets met die ogen. Die ogen vond ik ook altijd lastig als ik dus met Wie is de Mol heb ik wel eens echt de kandidaten nagemaakt in de Sims voor op mijn YouTube kanaal. De ogen zijn het lastigst. Want mensen hebben gewoon een bepaalde manier van uit hun ogen kijken. En het is gewoon niet... Dat is gewoon niet na te maken. Zal ik nu niet meer het gezicht gaan rommelen? We gaan een kapsel zoeken. Oké, een veelvraat, een hondenliefhebber en geniaal. Dus aan de ene kant bij geniaal zou ik denk ik een... Tuurlijk mag je dat proberen. Het is een challenge L'tje. Het is een challenge voor iedereen. Kijk, het staat op Origin van Miss Divi. Hashtag Pretty Please Challenge. En dan... Ja, hier staan alle regels. Iedereen mag meedoen. Ik doe nu ook mee. Ik zie ook dat hij al 4 keer gedownload is. Dus er zijn al 4 mensen, waaronder ik, bezig. Wirrelel gaat koken. Eet smakelijk zometeen. En thanks nog voor je raid. Miss Divi gaat namelijk... Eltje, als je jouw simmetje ook op tijd op de galerij zet... gaat Miss Divi's op stream allemaal een keer bekijken. Zometeen als mijn huis af is, begin ik ook. Oh, ik ben echt benieuwd wat mensen hiervan gaan maken. Oké, we hebben dus een sim die een hondenliefhebber is, die een veelvraat is en die geniaal is. En bij geniaal denk ik vaak... Ja, dan kan je 2 kanten op. Hè? Bij geniaal, zondag, aanstaande zondag. Bij geniaal kan je denken, heel serieus, haar knotje of een vlechtje of een staartje vastgezet. Maar je kan natuurlijk ook heel erg verstrooide professor denken. Bij een veelvraat denk je ook, oh, hup, makkelijk in een staart. Of verstrooide professor, heel wild. En bij hondenliefhebber ook een beetje hetzelfde. Dit vind ik bijvoorbeeld heel leuk. Ik vind het sowieso een leuk kapsel. Wel een beetje gek dat haar oor er hier doorheen komt. Misschien even... Kunnen we haar oor nog kleiner maken? Kleiner. Nee. En dan weer dat kapsel. Ja, nu gaat het goed. Ik vind dit wel passen bij... Dit geeft me een beetje de landelijke vibe. Wat is heel erg past bij hondenliefhebber. Ja, veel vraat. De haar zit niet in het gezicht. Dat is handig als je veel eet. En ik vind het ook wel passen bij geniaal. Ik vind roze kleding lastig, want het past niet bij de huidskleur. Oké, we hebben een kapsel. Dan, kleding. Oeh, kleding. Oké, we hebben 2 alledaagse outfits. Dus laat ik nu een beetje een casual outfit doen voor thuis. Dat je lekker met je hond gaat wandelen of lekker wat gaat eten. Oh, dat kan ook. Wacht. Hier, veelvraat. Dit is jouw tweede outfit. Hier. Wat hebben we allemaal? Hij is roze en met een burger. Paars. Mijn t-shirtje is zo wit. Ze is zo bleek. Ja, deze. En dan simpele schoentjes. Platte schoenen. Nou, kijk. Top. Oké, dat is dus outfit 2. De robotpak hebben we vervangen, hoor. En dan nu nog een meer casual outfit. Het is heel oudbollig. Heb je er niet één met roze en paars? Ja, maar dan had de ene had bijvoorbeeld een wit shirtje. En ik snap wat Sharon bedoelt. Haar huidskleur is heel erg zacht roze. En ik denk dat het niet mooi gaat staan, dat roze. Nou, deze is toch wel leuk. We doen deze. Jasje, dus geniaal. Serieus. Maar ook lekker casual. Want je kan het jasje uitdoen. En het is gewoon een lekker zomers pakje om in te wandelen.
Aan de ene kant zeg ik, we geven haar dan een sleehak. Aan de andere kant zeg ik, misschien is het handig om haar gimpen te geven als ze dan met de hond gaat wandelen. Maar die sleehak staat wel heel leuk. Ja, we gaan wel voor die sleehak. Ik vind die wel... Oeh, je bent het mee eens, Simmetje. Ja, dit staat er leuk. Oké. Okay. Alledaagse, ja, extra uitdaging. Oké, okay, alledaagse is klaar. We hebben een mooie roze bonuspunten outfit. En we hebben een mooie veelvraat outfit. Oké, okay, formeel. Jeetje, Mina. Oh, wacht. Oh, dit is wel heel dichtbij. Ik heb helemaal geen make-up gedaan. Zo, hallo. Sinds wanneer is dat? Eyeliner. Laten we gewoon een simpel lijntje doen. En... zoiets. Je mag zoveel outfits als je wil. Ja, ik doe gewoon de outfits die er zeg maar al zijn. Oeh. Oh, dat past eigenlijk wel. Veel verraad, geen make-up. Zo. Oké, dit doen we af. Hup, weg. 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 Dat hoedje, weg. Ik vind kapsel ook wel heel goed voor formeel. Die legging doen we even weg. Die lelijke schoenen doen we weg. Ik denk dat ik eigenlijk ook wel leuk vind om haar hier een broekpak te geven. Ik weet welke. Het valt niet onder formeel. Het valt officieel onder pyjama. Maar met de juiste kleuren is hij ook heel tof voor formeel. Dat klinkt heel gek, deze. Dit is eigenlijk een pyjama in het spel. Maar als je dus deze in het zwart doet, dan ziet het eruit als een hele toffe jumpsuit. Dus we gaan voor deze. En dan stoppen we er natuurlijk niet die. Dan stoppen we er roze schoenen onder. Kijk. Dan gaan we er gewoon aankleden met roze details. Nee, die niet. Die. We hebben nog een mooie ring. Die. Dat klopt, Uiltje. Tegen alle maatregelen, trouwens. Vanaf het begin af aan al. Hebben we nog iets meer? Hot. Pink was niet. Hot pink, nee. Hot pink. Oeh. Ja, top. Oeh. Ketting vind ik lastig. Heel veel kettingen zijn niet bepaald subtiel. Nee. Nee, ik doe denk ik zonder ketting. Ze heeft al hele toffe oorbellen in. We moeten wel nog even make-up op doen natuurlijk. Misschien kunnen we hier dan wel een wat dikkere wing. Doen we hier ook weer die mooie lippen. Ik gebruik dit bijna nooit, hè, dat hot pink. Maar met dat zwart zo is eigenlijk best wel heel tof. Dan doe ik wel de oogschaduw weer heel simpel. Want ik denk dat hot pink op hot pink wordt iets te too much. Dus dan pak ik die ene wel weer. Welke had ik nou net van MAC? Deze. Zo, subtiel detail zo. Oké, okay, weer een outfit klaar. Dan sport. Wat hebben we hiervan gemaakt? Oh, hier heb ze opeens een neuspiercing. Weg. Dat petje vind ik eigenlijk wel geinig. Maar ik denk wel dat ik er een ander kapsel wil geven. Voor sport. Niet met stokjes in het haar. En een pet op, dat is een beetje gek. Die is opeens heel lang. Terwijl als je die krullen ziet, dan denk ik niet dat het zo lang kan zijn.
kijken hoor. Opgestoken. Dus even wat makkelijker zoeken. Nee, die is niet zo mooi. Oh, dan zien we die stokjes weer. Nee. Nee, die ook niet. Ik kom dus echt uit een hele toffe broek die je nog nooit eerder hebt gezien. Oké. Okay. Oh, bij sommige staarten verdwijnt hij gewoon onder de pet. Dat kan natuurlijk ook. Dit vind ik wel een lastige. Deze. Ja, zie je? Die staart verdwijnt hier ook onder de pet. Oh, dit is schattig! We doen die. Oké. Okay. Een sportoutfit. We hebben een nieuwe volgens mij. Wellnessdag heb je wel. Ja, we hebben een nieuwe. Wellnessdag. In het roze. Nee, niet in het roze. Dat staat niet goed bij jouw huidskleur. Zo. Wat had je nog meer op die pet? Turquoise. Nee, dit wordt hem niet. Want het is allemaal best wel niet heel erg goed met... Oeh. Hey, kijk eens even naar de kleuren van de pet. En kijk eens even naar de kleuren van dit pakje. We doen dit. Het is dan wel weer roze. Dat benadrukt haar roze huidskleur. Oké, okay, schoenen. Het wordt een tennismeisje. Zo, nou klaar. Tennismeisje. Ik heb nog nooit dat pakje eigenlijk gebruikt. Is die van Retro Outfit Kit? Wel, is wat van Retro Outfit Kit? Deze? Oh ja, kak. Die mag ik niet gebruiken. Oh, nee. Miss Divi, wat doe je me aan? Ik denk, wat een leuk pakje. Mag ik niet gebruiken. Nou, dan doen we die. Die matcht met de pet soort van. En dan doen we... een zwarte broek eronder. Zo. Ja, dat zie je. Nee, ik wil wel echt opletten dat het dingen zijn die je hebt. Waar zijn die schoenen van? Wellnessdag. Even de formele outfit. Dus Moschino. Nou, als accessoires verdwijnen vind ik dat niet heel erg. Make-up is al mijn basisspel. Dit is vast ook heel oud. Achtertuin accessoires. Die schoenen. Aan het werk. En dit komt uit romantische tuin accessoires. En die schoenen uit landelijk leven. Ja, die heb je allemaal. Oké, okay. Slaapkleding. Dan, Eltje, dan kies je een eigenschap die je dezelfde vibe geeft. Dus ze is een hondenliefhebber, dus dan zou jij eventueel voor kijken hoor. Ja, wat zou dan... Bijvoorbeeld een liefhebber is dan denk ik aan goed. Of misschien ook iets met wat net met natuur te maken heeft. Omdat honden, dan ben je het natuurlijk vaak aan het uitlaten. Oké, okay, deze verschrikkelijke look gaan we ook even wegdoen. Ze is namelijk een veelvraat, dus het is gewoon lekker makkelijk, denk ik. Dat is heel oudbollig. Oh, deze heeft een hele leuke. Met een pandaatje eruit. En hij komt in het paars. Lekker makkelijk, hup, joggingbroekje aan, truitje aan en dan lekker een pyjama dagje. Daar vind ik deze look wel perfect voor. En anoniempje, welkom. Alleen moet ze wel natuurlijk een ander kapsel hebben. Want je komt niet met helemaal mooie krullen opgestoken je bed uit. Even kijken. Ik gok dat dit... Ja, bij lang valt ook heel lang natuurlijk. Staartje in. Nee. Opeens heeft ze geel-groenig aan de onderkant. We doen wel deze. Oké. Okay. Ah, feest. Ook even weg, ja.
Ze gaat bowlen in een... weet ik veel wat. Een feestje. Oh, die schoenen zijn leuk. Feestje, feestje. Het is een bowlingfeestje, ja. Ik weet niet, ik vind haar niet een sim voor dit soort pakjes. Ah. Oeh. Ik vind haar wel iets voor dit. Ja, oh, en die schoenen staan er eigenlijk best leuk onder. Behalve dat ze net een tikkeltje vloeken. Doen we wel gewoon zwart. Dit is leuk. En dan pakken we diezelfde armband weer. Die we ook bij Formeel hadden. Want er zit ook zo'n rol steentje op. Kapsel is hier ook perfect voor. Ik kan weer die hot pink look gaan geven. Waarom ga ik opeens elke keer gedetailleerd erheen? Is dat nieuw? Oké, eyeliner. Dan gaan we weer voor die dikkere. En dan wil ik weer de hot pink lippen. En dan weer een klein subtiel oogschaduwtje. Nee, dat was niet die. Dat was die. In het roze. Nou, wat ga ik er vlot doorheen? Maar ik vind het er leuk. Dit ziet er wel leuk uit. Dit zou je ook voor een feestje voor het werk. Zo allemaal van die slimme professors en weet ik, onderzoekers bij elkaar. Badkleding. Ja, ik ben heel erg fan van deze. Maar dat roze is gewoon niet te doen, hè, bij haar huid. Of een jurkje is ook wel leuk. Die komt in paars. Ja, wel ander haar. Want je haar zit niet zo mooi als je in het water bent geweest. Deze. Opeens is de helft. Ze heeft magisch haar. Als het nat is, is de ene kant opeens gekleurd. Deze. Dit ziet er meer... Ik vind alleen bij dit kapsel... Het zit hier heel raar hierboven. Zo'n staart in. Nee. Of echt helemaal sluik. Omdat het nat is. Ja. We gaan voor die. Nog een mooie zonnebril op. Die is met roze. Ik vind deze wel leuker. Daar zit zo'n plastic ding onder dat haar haar omhoog houdt, ja. Je mag de wenkbrauwen aanpassen van kleur, maar je mag geen nieuwe wenkbrauwen uit het menuutje kiezen, zeg maar. Dus, even kijken hoor, even terug. Je mag zeg maar wel de wenkbrauwen vervormen en het kleurtje aanpassen, want je kan natuurlijk je wenkbrauwen verven, maar je mag niet een nieuwe hieruit aanklikken. Oké, we waren bij warm weer. Oh ja, de reden dat ze Fanny heet. Vanwege de Fanny Pack. Ik hoef niet gedetailleerd bewerken. Ik klikte maar één keer. Oké, die vreselijke outfit uit. Oh, dit is wel echt... Oh, en in het roze. Ik kom allemaal toffe dingen tegen. En dan doen we hier weer die, deze eronder. Alleen dan nu de witte variant. Of zal ik... Naar de off-white variant. Want anders wordt ze wel heel erg bleek. Hij komt ook in een mooi zacht paars en roze kleurtje. Of zal ik gewoon weer voor zwart gaan? Nee, die jurk is heel licht. We doen wel die. Of grijs? Oh, grijs kan nog wel. Jeetje, ik wil niet gedetailleerd meer bewerken. Dat heb ik al gehad. Oeh. Oeh. Kijk eens wat een mooi dametje dit aan het worden is. Ja, dan wil ik hier ook een zonnebril geven. Alleen dan niet die, want het is niet een goede kleur. Wat hebben we nog meer? Oh, die. Oh, ik vind haar leuk. Ik vind haar echt leuk worden. Hier kan ik ook weer die mooie lippenstift gebruiken.
Nou, oogmake-up heeft geen zin. Het is toch een zonnebril op. Ik vind het wel leuk om er nog iets van een armbandje of zo te geven. Die kleuren zijn het niet helemaal, hè? Nee. Nee. Een fannetje van iemand die ik niet ken. Welkom. Sensei. Welkom. Dankjewel voor het volgen. Nee, is er iets zomers? Iets zomers en leuk en matchy. Maar dat hebben we niet echt. Nee, oké, nou geen armbandje. Maar simpel dit. Haar zomerse look. Oké, dan de winterse look. Ik denk dat ik die trui hou. Maar dat ze dan de onderkant even gaan aanpakken. En ik vind die UX ook wel leuk. Ah, oké. Ja, dat spel, dat boeit mij. Ja, dat trekt mij totaal niet. Maar wel handig om te weten. Maar welkom. Nou, die valt er overheen. Dat is jammer. Deze vind ik ook zo leuk. Oh, ja! Die muts is leuk. Maar als ik haar dan... Stel dat ik haar nu los lang haar geef. Komt dat eronder uit? Nee, dat is jammer. Dan wil ik wel wat anders. Dan wil ik... die... Hoe heet die muts? Ik heb er zelf ook één. Niet die. Die. Of deze. Die vond ik iets meer... Nee, deze. Dit is echt de wintermuts. Zwart. Of... Oeh, met spikkeltjes. Ja, leuk. Oké. En welk kapsel gaan we eronder gooien? Ik vind alleen die muts best wel bol op het hoofd staan weer, hè? Dat vind ik wel jammer. Oh ja, krulletjes. Dat is wel leuk. Oké. Dan gaan we even alle outfits langs. Dus... dit is de algemene outfit. We hebben hier... even kijken hoor. Dit is van Romantische Tuin Accessoires. We hebben hier Landelijk Leven. Dus het is allemaal veilig. En het kapsel komt uit Ecologisch Leven. Ik ben tegen alle maatregelen. Dit is een outfit van Patio. Patio Achtertuin als de perfecte patio. Dat is de naam. En de schoenen zijn van aan het werk. Dus deze outfit is ook helemaal veilig. Kunnen we insturen. Want even kijken hoor. Pretty please. Pretty please. Geen magisch rijk. Geen eerste huisje accessoires. Geen feest accessoires. En geen retro outfit kit. Dan hebben we de formele look. En... dit pakje die ik net... Waar is die? Pakje. Waarom is die nou even... Oh, formeel staat aan. Basisspel, prima. En de schoenen zijn van Moschino, dus ook prima. Formeel. Ja, dit was wellnessdag en die schoenen ook wellnessdag. Dan gaan we naar slaapkleding. Er kunnen mensen ook doodgaan aan de griep. Daar hoor je niemand over. Maar ik ben fan. We zijn hier niet om te discussiëren. Even kijken. We hebben hier een slaapkleding outfit van... Hoe heet dat pakket ook alweer? Klein Wonen. Kapsel is van... Oh, Klein Wonen. Oh, dat is een match. Dit is Stedelijk Leven en de schoenen zijn Basisspel, hoppatee. En dit is weer de perfecte patio. Basisspel, schoenen zijn van Landelijk Leven.
En nou, de trui die had je natuurlijk zelf al in het spel gestopt, Miss Stevie. Dus die heb je sowieso. De broek komt uit ecologisch leven en de schoen had je er zelf ook al in gestopt. Dus eigenlijk alle belangrijke elementen van de outfit, die heb jij gewoon. Dus Funny Beautify Me. Oh jeetje, wat voor achternaam gaan we er geven? Funny... Funny... Funny Rosé. Omdat ze heel erg van het roze is. Ik ben tegen medische vrijheid. Tegen medische privacy en tegen... voor medische privacy en tegen... en voor medische vrijheid, zeg maar. Oké, dus ik ga zometeen deze sim op de galerij zetten. Funny Rosé. En ik heb flink wat bonuspunten verdiend. Want hier zit roze in. Want roze en paars, daar kon je bonuspunten mee verdienen. Nou, ik vind het een leuke outfit. Ik vind het zowel bij geniaal passen als iemand die lekker de hond wil uitlaten. En lekker in het park wil gaan lopen en zo. Dit is natuurlijk perfect voor de veelvraat. Dan hebben we hier een hele toffe, mooie formele look. Eerst sportkleding. Nou, simpele sportkleding. Gewoon joggingbroekje, t-shirtje aan. Dit is de slaapkleding. Ook leuk. En ze houdt al voor honden. Nou, ze is een beetje een dierenliefhebber in het algemeen. Niet alleen honden, omdat ze een leuk panda pyjamaatje aan heeft. Dan hebben we deze mooie feestoutfit. Dit zou op zich ook nog wel voor formeel kunnen. Dus we hebben natuurlijk formeel een feest. Die zou je op zich ook nog wel kunnen wisselen. Badkleding. Ook weer paars komt hier weer in terug. Dan hebben we een mooie zomerse look. En een mooie winterse look. En dit vind ik dan ook weer heel erg passen bij veelvraat. Want je kan ook muts af, ux uit. En dan met die trui en die lekkere zachte, zachte broek chillen op de bank. Charlotte, het klinkt echt alsof ik een pro ben. Alsof ik en de shell van Dagmar compleet vandaag heb afgemaakt. Even kijken hoor. Dit is al de vierde keer dat ik met de shell van Dagmar ben bezig geweest. Plus ik heb nog aan de tuin gewerkt offline. Charlotte is lief voor mij. Die zegt, yo, twee challenges in één stream. Maar wel twee afgemaakt in één stream. Van Dagmar afgemaakt. Dus mijn huis ga ik zo meteen op de galerij zetten. Op tijd ingeleverd. En Fanny Rosé ga ik zo meteen ook op de galerij zetten. Ruim op tijd ingeleverd. Dagmar zegt altijd, ja, volgende keer maak ik hem kleiner. Maar ze maakt hem altijd lastig. Hoi Helena, welkom. Dagmar maakt haar shell challenges altijd lastig. Er zit altijd een uitdaging in. Bedankt in ieder geval aan iedereen die er was vandaag. En speciaal aan de mensen die er vanaf het begin bij waren. Betty heeft voornamelijk gelurkt. Ook prima toch? Lurkers zijn, heb ik gehoord, de backbone van Twitch. Ja, Helena is er nog maar net. Ja, maar ik ben al 2,5 uur aan het streamen. En mijn maagje zegt ook, feed me, stop er wat in. Dus dat ga ik zo meteen doen. Dank aan iedereen die me blijft steunen. En dan zie ik jullie in Discord weer. Op mijn YouTube kanaal weer. En anders dit weekend weer op Twitch. Doeg!